Goedemorgen. Vandaag de reisdag. Vanavond gaan we naar Taiwan. Vanwege het tijdsverschil hebben we een slaapprotocol meegekregen. Dus gisteravond om 8 uur naar bed. Dat houdt dus ook in deze ochtend om 4 uur opstaan. Nu even snel een ontbijt maken en dan een flinke kop koffie erbij. En dan maar hopen dat we deze dag goed doorkomen. We zijn gisteren aangekomen in het atletendorp. Alles is goed gegaan. Hier is een kleine impressie van het dorp eromheen. Gek, hè? En dit hebben ze dan een keer of vier. Dus. Nou, we zijn hier bij onze dagelijkse bezigheid, bij de fysio op de kamer. We zien eigenlijk al onze appartementen eruit. Eén grote ruimte met een klein keukenblokje. En een grote slaapkamer met 2 of 3 bedden. En nou ja, hier kunnen we ook lekker koffie drinken, zoals onze grote vriend Bilal nu doet. Dit is onze eetzaal. Bommetje vol. Kijk, hier sorteren we alles, dat je kan zien. Dat is appelbakken. Dit is onze staf, die aan de leut is. Hier wordt alles klaargemaakt. We hebben echt alles hier, je kan hier ook je brood roosteren. Kijk, we kunnen alles pakken wat we willen. Ook de ongezonde dingen. Maar dat pakken we natuurlijk gewoon niet. Zo zijn we niet. We hebben alleen maar water en drinken natuurlijk. Topsport is, hè. It's nice to be here. The people are nice. The food is nice. Everything is good. So. 就算开幕式有小插曲，选手们说到台湾，什么都好，就是。Goede wedstrijd gespeeld, vooral heel sterk begonnen. Eind van de wedstrijd hebben we goed die pot binnengesleept en nu door naar de persconferentie en duimpje omhoog, hè. Zo, even klaar met de wedstrijd. Gewoon op Argentinië, 19-3. Morgen op naar Australië. We worden een heftige pot en we gaan het zien. Net gewonnen van Australië, 9-5. Ja, het zijn onze fans. Goeie wedstrijd gespeeld. Eerst in de pool. Eerst in de pool en nu op naar de achtste finale. Vamos! Vamos! Niet al te beste overwinning tegen Roemenië, maar in deze fase van het toernooi telt eigenlijk alleen de winst. We krijgen nu overmorgen Italië en daar hebben we met z'n allen natuurlijk heel veel zin in en we hebben er heel veel geloof in. We hebben ze natuurlijk al eerder gepakt, dus we hebben er gewoon vertrouwen in dat dat goed gaat komen. En dan gaat het volgende bericht zijn dat wij gewonnen hebben van Italië. Helaas, net verloren, 4-6 tegen een beter Italië als de eerste wedstrijd. Teleurstellend, maar ja, onderdeel van het proces wat we door willen maken. En de rug recht en nu op naar plek 5. Nou, we zijn net weer geland. We zijn weer in Nederland. 7e plek is het uiteindelijk geworden. Een soort van tevreden mee. Had meer ingezeten, maar het is niet slecht. Maar goed, blij weer thuis te zijn. En nu de komende dagen even lekker bijslapen, zodat we weer naar het buitenland mogen vliegen.